Omdat we het van belang vinden dat inwoners van Twente, en dan natuurlijk met name van die inwoners die in de buurt van het spoor wonen, weten van wat ze moeten doen als er een ongeval gebeurt met gevaarlijke stoffen. Ik wil er wel meteen bij zetten, de kans daarop is heel klein, maar het effect, als het ooit onverhoopt gebeurt, is heel groot. Dus wat dat betreft vind ik van belang, dat mensen weten wat ze in zo'n situatie moeten doen. Ja, er zijn wel calamiteitenpunten hier voor mensen aan het spoor waar we een verzamelpunt kunnen komen, zeg maar. Dus als het fout gaat, weet u waar u naartoe moet? Ja, ja, daar hebben we wel in het verleden bericht van gehad, ja. Ramen en deuren sluiten. En wat moet je verder doen? Ja, of je moet ergens inkruipen in een kast of zo. Dat je denkt van... Maar dat is ook niet zo algemeen bekend, hoor. Ja, misschien hebben ze allebei ook wel gelijk. Dat hangt dus af van wat het scenario is. En daar hebben we gewoon laagdrempelige informatie voor om dat ook tot je te nemen als inwoner. En je kunt zich voorstellen, om even zwart-wit aan te geven, als er een dreigende ontploffing is, ja, dan moet je eigenlijk zo snel mogelijk wegwezen. Maar als er gas in de lucht hangt of giftige rook, dan moet je juist niet naar buiten gaan, maar dan moet je ramen en deuren sluiten. Dat zijn twee totaal verschillende handelingen die je dan moet verrichten. En om daar snel een keuze in te kunnen maken, daar willen de mensen in helpen.